Kom maar, Marie, je jas aan doen, dan kan je de dingen meebrengen. Dit is romantisch verzorgen. Heb je zin in Floor? Ja. Ja? Ja, er komen veel meer. Overal frietjes. Wil je wel eens make-up op dan? Wie heb je aan de lijn? Floor is er al klaar voor, want die heeft natuurlijk vandaag een spannende dag. Want die heeft een kinderfeestje vandaag. Mama, kijk hoeveel ik hiervan heb. Ja, en jullie ga ik meenemen voor schooltje, schatjes. Hè? Ik ga jullie meenemen voor school, het is tijd. Hé, hey, dat ziet er gezellig uit. Wauw, dat is een grote Boomba. Boomba is groter dan Junior. Ook bijna groter dan mij. Ja, ik ga ook je jas aan doen, schatje. Nout, jij moet op de fiets. Ja, wij hebben straks alle plekken nodig voor dat feestje van Floor. Kom Marie, je jas aan doen, dan kan je de dingen meebrengen. Maar even goed in de gaten houden dat je al een kaartje mee terugbrengt. Hè? Want anders is onze memory niet meer compleet. Ja. Ja? Gaan we er zeker nog even naar de wc? Ja. Nee, laat hem maar zitten. Hij is aan het kroelen. Hoe laat ben jij uit? 2 uur. Oké. Okay. Dan zijn wij hier nog, denk ik. De kindjes zijn naar school en ik ging even in de bakkerij kijken hoe het ging. En Jan heeft vandaag een bezorgdienst en die zei ga je even gezellig mee bezorgen. Dus ik dacht, nou ja, zal ik het doen of niet? Romantisch bezorgen. We gaan toen even een zeiltje halen voor het feestje van Floor. Dus dan kan ik dat gelijk daar even doen bij die info. Ja, tafelfriet hè, vinden de kinderen geweldig. Vind ik zelf ook altijd heel leuk. Ja, en dan, dat betekent dat op de tafel leggen we een groot zeil. Dan gooien we alle friet en snacks op. En dan mogen ze sausjes op dat zo, op de tafel zo leegkruipen. En dan vinden ze helemaal geweldig. Daar hebben ze het altijd over, hè? Ja. Dus daarom heb ik dat zeiltje nodig. Zoals vanmorgen, ze stonden om 8 uur al klaar op met die jas aan naar school te gaan. Dus we gaan vanmiddag een feestje, eerst frietje eten en daarna naar de Adams Family. Want een klein theatertje achter ons huis. Daar draaien ze 1 keer in de zoveel tijd een keer een film. En nou was niet elke woensdagmiddag? Nee, nee, het is echt maar 1 keer in de 4 tot 6 weken of zo, denk ik. Dus nou stond vandaag de Adams Family op de planning. Vandaar dat komt voor ons dus mooi uit. Dat we daarom vandaag het feestje vieren. Ja. Nou, zo komt maar mooi uit. En Floor wilde naar de film. En anders moeten we naar Roosendaal of Breda. Nou, dan moet je wel weer met de auto en hebben zoveel kinderen. Ja, ze hadden best wel veel uitgenodigd. Ja. Het is niet meer zo mistig. Als gisteren, ja. Nee, gisteren was het wel mistig. Het is wel grauw. Kies. We gaan naar de Jumbo, naar Medisch. En dan straks heb ik nog een horecaklant die ik even moet zorgen. Ja, en dan thuis de ramen moeten we nog even vrijmaken. Dan komen ze plakken vandaag. En dan moet je nog even slapen. Voor het feestje vanmiddag. Ja. Dan is de dag weer halverwege alweer. En dan denkt iedereen, waarom moet je slapen? Ja, omdat je vannacht gewerkt hebt. Dat weet je onderhand wel, denk ik. Ja, dat is echt het leukste wat er is, hoor. Vind ik. S'nachts in eentje in de bakkerij beginnen. Een deken aanzetten. En dan is het brood dan mooi uit de oven. En dat was vandaag. Ik heb je ook niet weg omgegaan vannacht. Is mijn dag weer goed? Nee. Nee. Het is 11:55, dus tijd om naar school te gaan en de kindjes te gaan halen voor het feestje van Floor. En Jan zit ook al in de auto, dus wij rijden achter elkaar aan. Daar gaan we. Misschien ketchup. Dan weet ik, papa gaat mayo halen en ketchup. Ketchup. Ja. Heb je zin in Floor? Ja. Ja? De hele dag al naar uitgekeken, hè? Ja, ik ook. Ik kon echt niet wachten. Oh, op 12 minuten is mijn kinderfeestje. Ja, ik ben echt alleen maar. En papa gaat zijn frietje halen. Het is mijn kinderfeestje. Misschien moet jij dan even de bar gaan doen en even voor iedereen een drankje regelen. Wat willen jullie drinken? Nou, laat ze maar zo om zijn beurt. Mag ik helpen? Mij wel. En lukt het allemaal hier, dames? Gaat goed. We dachten jullie we nemen cola bij de lunch. Ja. Vandaag mag dat wel, hè? Ik ga
ook nog een zusje. Ja, ik doe mezelf nog een laatste. Hebben jullie al een plekje? Ja, daarnet. Doen we zelf ja, we hebben nog niet. Nee, maar we hebben genoeg stoelen, toch? Juist. Nee. Ja, maar ja, lief moet je niet mee rekenen, hè? Ja, die is van Floor. Of wat is het? Nee, anders pak nog een stoel bij, hoor. We hebben volle schaal met kroketten. Pas op, hoor, want die dingen is een beetje warm. Dus dat kun je afpakken, dan komt nog veel meer. En zo doen we dan met de friet toch, hè? Zo moet dat toch? Ja. En dan, als jullie gegeten hebben, dan mogen jullie de cadeautjes allemaal aan de papa geven. Nee! Waarom niet? Nou, dat hoeft niet zo. Dat is voor 6 personen, denk ik. Ja, maar wij kunnen samen doen. Oké. Okay. Saus kan je gewoon op tafel spuiten. Ja, maar. Wat een bochtje. Wat is dit? Mayo, hè? Mayo. Mayo. Dat is pizza. Nou, goed. Dit is mayo. Wij zitten zelf ook maar aan de frietjes en broodje kroket. Nou, ik wel een lekker keer zo tussen de middag. Ja, het is een beetje raar hè, dat we frietjes eten. Hè? En Eline heeft ook mazzel, want die komt net thuis. Die is al uit van school. Ja. En wat ben jij allemaal aan het brouwen? Een broodje met saus en dan gaat het kroket op. Nou, smakelijk. Is er mayonaise? Ja, het is allemaal daar. Ja, het is allemaal daar. Kom je daar even allemaal op tafel. Junior. Vind je het lekker, Junior? Als iedereen zijn glas even omhoog houdt, kan ik het tafelkleedje mooi meepakken. Kijk, en dit is makkelijk, hè? Dan gooien wij dit gewoon zo in de zandbak. En dan hebben wij het opgeruimd. En dan gaan we cadeautjes doen. En als we nog tijd hebben, gaan we nog een ijsje bij de ijsslon eten. Yeah! Lusten ze niet, denk ik. Wij houden van ijsjes. Junior, kom ook eventjes kijken op het feestje. Ja, schat? Hier zijn de cadeautjes van Floor. Ik heb een video met mijn puppy. Welk liedje? Nee, Jula, doe maar Jula. Ja, doe eens eventjes naar mijn account. Doe eens naar mijn account. Floor, je moet naar mijn account. Frietjes. Oh, die gaan frietjes. Ga naar Jula account. Wat is het? Overal frietjes. Overal frietjes. Hier, overal frietjes. En met Floor's feestje gaan we natuurlijk een ijsje halen. En Floor, waar neem jij? Oh, je hebt al. Ja, alleen ik ga met een frietje gaan. Wat heb je? Heb ik ook een aardbeien met chocolade. Is dat lekker? Ja. Je feetjes zijn los. Ja, dat is als je 10 bent, hè. Dan, Maar die zijn nog niet feetjes. Mag ik zo een ijslolie? Ja, je mag zo'n ijslolie. Doe een ijslolie. Neem je die lekker, hè? Jij vindt het wel leuk dat je mee mag met het feestje, hè? Ja. Zo, kijk, en als je 10 wordt, worden zelfs je veters gestrikt door vriendinnen. Hè? Kijk. Onze prinses, hè? Ja. Ik heb de kindjes net weggebracht. Jan is met de andere auto nog wegbrengen. En Floortje heeft de twee vriendinnen weggebracht die het dichtst bij wonen. Ja. En hoe vond je je feestje? Leuk. Ja? Het is een leuke film, hè? Ja. Oh, Eline heeft ook nog gebeld net. Ik ga even de deur open doen. Ja. En dan even kijken wat Eline moet hebben. Heb je Memory gespeeld? Nee. Nee? Anna. Anna. Oh, Anna. Anna. Nee? Heb je geen Memory gedaan? Zie je allemaal leuke plaatjes? Tata. Ja? Tata. Tata? Ja. Tata. Waar is papa? Je moet zoeken dan. Doe zoeken. Waar is papa? Waar is papa? Zie jij papa? Zie jij
papa en mama. En ook papa in de bakkerij. En hier papa met de jongens. Oeh, allemaal leuke plaatjes. Hè? Mama. Dat is mama. Dat is mama. Nee? Eline? Waar is Eline? Heb je Eline al gevonden? Au. Ja, brood, maar dat is niet au. Heb je Eline al gevonden? Ja, Eline is met de oude, ja, met de platen worstelbroodjes. Dat is Eline. Maar dit is ook Eline, even kijken hoor. Hier heb je ook Eline. Ja, en wie is dit? Junior. Nee. Wel? Is dat de broem broem? Nee toch. Hè? Huh? En hier? Staat... Het feestje is voorbij. En vond je het leuk, Floor? Ja. Wat vond je het leukste? Ja. Wat vond je het leukste? Weet ik niet. Het was een leuke film. Ja. De Addams Family. Het was niemand in de zaal, nog 5 andere mensen. Ze wilden hem eigenlijk eerst annuleren. Maar wij kwamen met een reservering van 15 kaartjes. Toen liet ze maar door. Dat is dan in ons dorpshuis, hè? Ja. Hè? Ja, het is zonde. En jij trapt erin. Jij laat dat toe. Ja hoor. Ik hou Eline wel. Dat moet je dan zelf doen zo, half wit, half... Kijk, we hebben dit stukje al. Zal ik het geluid uitzetten voor aan? Het is maar echt 5 seconden. Ja, het is een maand. En dan doen we nu het hele gezicht. Oh, en dat is de TikTok. Zo. En dan... een beetje blauw. Ik heb nog allemaal spulletjes. Heb jij een grote kwast? Ja, ik zie mijn kwasten daar gewoon al voorbij komen. Deze? Ja. Oh, daarom heb je een kwast. Nee, dat is de enige kwast. Nee, dat zijn mijn kwasten. Dat zijn mijn kwasten, toch? Nee, deze. Wat doe je met die kwasten dan allemaal, Merel? Make-up. Doe je wel eens make-up op dan? Je bent nou net zo'n Pipo de Clown, Dagmar. Ik ga zo met carnaval. Ik snap echt niet dat jij dit toelaat. Ik ga vragen naar Eline of ze mijn carnaval zou sminken. Eline krijgt echt alles voor elkaar altijd, hè. Je moet mijn junior doen. Op het TikTok. Eline. Dat heb ik zo gedaan. Heb je dat ook gedaan? Ja, ik heb dit gedaan. Dat zou ik zo zien laten. Die is wel hard. Nee, nee. Terug doen. Zou ik junior gaan make-up? Nee. Oh, het is zonde. Nee, maar zoiets mag wel. Bij junior. Schminken. Kijk wat dat doe ik. Daar wordt hij maar gek van, joh. Ook zo piepen de kluis en rode neus. Ja. De en jij gaat vanavond koken, dag maar. Nee, Sissy. Oh, Sissy gaat koken. Hey. Ja, wij zijn weer weg. Hè? Gisteravond ook. Nou, gisteravond was op zich wel tijd. Ja, met eten waren ze niet bij, hè? Dat voor mij weg. Zo, die zit net als een grote. Hè? Lekker scherpje. Vind je het mooi, junior? Ja, sta aan. En jullie zijn klaar met de TikTok? Hoe alles werkt, hè? Ja, als die, kijk eens daar, hè? De volgende aflevering, dan zit hij gewoon de hele tijd zo tikken totdat bij reclame zit hij gewoon zo en dan zie je zo 5 seconden 4 en dan zo totdat het filmpje weer begint, dan zit hij altijd zo tikken. Oh, op volgende, bij de reclame overslaan. En dan zo pauze en doet hij zo naar boven, doet hij een ander filmpje. Ja, daar hebben ze bij Apple heel goed uitgevonden. En jouw sminkjes eraf, laat je TikTok eens zien. Die staat. Oh ja, die heeft junior. Oh. Mijn scherm is kapot, dus ik denk dat ik beter moet doen van de ene. Ja, zo kun je het niet mee laten zien. Even.
Eline even TikTok laten zien, hè? Ja. Dit goedkeurt. Ja. Mama, ik heb 6 quizzen voor economie, hè? Oh. De hele klas heeft onvoldoende. Iedereen een 3, een 4. Oh, iedereen, behalve jij. Ja, echt. Dat is wel bijzonder, hè? Want de MAVO, of de HAVO, is de beste HAVO van Nederland geworden, hè? Onze HAVO. Oh, Markland. Markland? Hadden we taarten voor gemaakt. Of van Brabant. Ja. Hadden we taart. Het staat in de bode, denk ik. De bode, dat is ons plaatselijk suffertje, zoals ze dat noemen. Ja, staan wij ook altijd met de advertentie in? Altijd. Altijd. Ja, ja, om de week. Staat er ook in. Maar als het goed is, staat er van die school er ook wel in, denk ik. Ja, want er was dit. Kijk, hier is onze advertentie. Dat was net te laat met aanleveren. Wanneer was die taak maandag? Dat was maandag, ja. Dan is dat te laat, ja, maandag. Staat hier volgende week in. Dat is allemaal wat er in Oudenbosch Bosch gebeurt. Ik heb het online van de bodem gezien. Lees je daar wel eens, Eline, in zo'n krant? Nee. Ik heb wel vaak in de krant van en dan kijk ik het gewoon even snel. Ja. Nee, het staat er niet in. Maar het is allemaal online. De foto van papa's taart. Oh ja, dat heb ik ook gezien, maar het was niet echt wat te zien. Ja, het was ook op Facebook en zo te zien. Insta weet ik niet. Ja. Oh. Op Insta. Ja. Wij hadden vroeger een speelgoedtelefoon. Hoe gaat het met jou? Dat vindt hij niet leuk. Nee, trapt hij niet in. Hoe gaat het met jou? Wacht, zou ik hem bellen? Nee, dat is voor heeft geen nummer. Oh. Nee, dat is mijn telefoon. Oh. Bel maar. Kijk wat hij doet. Hallo. Wie heb je aan de lijn? Kijken, hè? Ja. Ja. Eline. Leuk. Ja. Hallo. Lekker gegeten. Ons date night. Het was een korte date night vandaag. Ja, het ging rap tempo. Erg rap. Ja. We hebben ook geen dessert genomen. Dat doen we hier eigenlijk nooit. Wel een voorgerechtje, dat doen we eigenlijk ook nooit. Nee, dus echt de ene woensdag pakken we wat simpeler, de andere. Ja, dat wel uitgebreid. Het was wel. We dachten vandaag was wel lekker en leuk. Vorige week hebben we uitgebreid. Het mooie is, die tent zit altijd vol. Dus dan is het altijd heel lawaaiig en je hoort gewoon de muziek niet. Nee. Er zitten ook al wel vaak grotere groepen. Ja. Dus we gaan, ik denk dat we thuis even Netflixje opzetten. Je hebt een nieuwe serie gevonden. Ja, met drugs. Spaans? Ja. Zo? Ja. Mexicaans? Mexicaans, Spaans. Iets met iemand die een Mexicaan die in Japan woont ofzo. Ik weet niet, ik heb hem maar een beetje gezien. Een opa die gaat dood en dan moet hij Godfather worden ofzo, denk ik. Wat zie je? Oh, valt op. Oh. Kijk al naar hem. Ja. En ik denk dat ik nog een lekker warm badje neem met een bruisballetje. Ja.
dus ja, dat was onze dag weer. Ja, het was op zich wel een paar stukjes uit onze dag. Een drukke dag door het feestje. Maar het was gewoon herrie, zeg maar. Goedenavond. We hoorden net dat die meiden maskertjes op hadden. Ja. Dus dat is ze hebben een stukje gefilmd, dus ze zal in deze vlog komen. Nou, Floor en Madelief zijn net in bad geweest. Was lekker, hè? Ja, en ik ben een aap geworden. Ja, je hebt wel iets heel geks op je gezicht. Masker, wat heb je gedaan? Een maskertje. Een schuimmasker. En dan gaat je gezicht helemaal schuimen. Best veel. Ja, wordt steeds meer, hè? Kan jij dit? Nee, nu wordt het niet meer. Ja, dat is moeilijk dan, Madelief. Gis? En Guusje is ook in bad geweest, maar die is eventjes naar beneden. En wat gaan wij nu doen? Naar bed. En wat gaan we eerst doen? Nee. Ik ga ook nog even naar beneden. Oh, maar Lief wil geen verhaaltje meer. Jawel! Oh! Was je vergeten? Nou, kom. Wij gaan nog even een verhaaltje lezen en dan gaan we lekker slapen. Ja. Ja, wij gaan naar huis. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Doe we allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Hebben we nog iets veranderingen voor de lens? Ja, zo ja. Dat is wel grappig. We hebben hier de bank gezien, daarachter. Achter Jan, die zwarte. Dat is echt maar 5 dagen open. Gek, hè? Ik zei eigenlijk gelijk van we moeten het doen, want we willen de badkamer gaan verbouwen.